Deze week een iets andere voorbereidingsweek dan normaal. Er is afgelopen weekend natuurlijk niet gevoetbald en vanwege een heel aantal interlandverplichtingen is de ploeg tot donderdag een stuk kleiner dan anders. Rodney, een paar dagen vrij gehad. Ja, ben je dan weer een beetje opgeladen zoals ze dat zeggen? Ja, zeker. Ik denk het was wel even lekker om een paar dagen vrij te hebben om weer even op te laden en weer verder gaan voor de volgende wedstrijden. Ja, ze zeggen wel eens van, ja, soms is het ook wel jammer als je dan net nu het lekker gaat dat je dan vrij krijgt. Maar hoe zie jij dat? Nou, je zit wel in een bepaalde flow. Dus dat moeten we juist inderdaad doortrekken. Nou, dan maakt het een paar dagen vrij voor mij niet uit. Zijn ze er ineens doorheen van Bergen en dan is het raak. In de laatste competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle werden 3 heerlijke punten gepakt. Wel moest de doelpuntenmaker Mitchell van Bergen het veld eerder verlaten vanwege een blessure. Ja, hoe gaat het nu met je? Ja, prima. Ik heb mijn herstel gehad en ik heb gerevalideerd en ik ben op zich wel goed eruit gekomen. En bij sommige momenten voel ik het nog wel, alleen het gaat wel goed. Komt de aankomend weekend in gevaar of? Voor mijn gevoel niet. Ik denk dat ik gewoon wel ga spelen. Misschien een doosje pijnstillers erin, maar dat gaat wel lukken, denk ik. Je moest de interlandverplichtingen daardoor wel laten schieten, maar ja, kwam misschien daardoor dit weekend vrij wel goed uit voor jou? Sowieso vind ik het wel jammer om niet bij de interland erbij te zijn. Alleen, het is zoals het is en ik heb, zoals ik zei, mijn herstel gepakt, gerevalideerd en het gaat goed dus. De afgelopen 2 wedstrijden goede resultaten geboekt, maar misschien was het spel daarvoor misschien nog wel beter, hè? Vind jij dat ook? Of? Ja, ik denk dat we wel beter voetbal hebben gespeeld. Maar ja, het gaat wel om de 3 punten en die hebben we dan uiteindelijk wel gepakt in de laatste 2 wedstrijden. Wat zie je bijvoorbeeld van de afgelopen 2 wedstrijden? Misschien nog beter gaan bij de volgende? Ja, ik denk dat we gewoon beter in balbezit moeten zijn. Beter die bal rond laten gaan, maar ik denk dat we heel veel kansen creëren en dat dat gewoon heel goed is. En ja, deze overwinningen denk ik ook wel goed voor het vertrouwen in het team, hè? Ja, zeker. Ik denk dat sowieso winnen is goed voor het vertrouwen en ik denk dat we daar gewoon door moeten gaan. Aankomend weekend het pittige uitduel tegen de huidige nummer 3 van de ranglijst, AZ. Ze hebben goede spelers. Heel veel kwaliteit op het veld. En ik denk dat het best een lastig potje gaat worden. Maar als wij gewoon ons ding doen en scherp zijn, dat we gewoon een resultaat kunnen halen. Ik denk dat het een heel goed team is, een heel stabiel team. En ze hebben goede kwaliteiten voorin. Ze hebben sowieso goede buitenspelers met Stengs en Idrissi. Middenveld vind ik altijd wel prima speelbaar zet. En als ze dat goed kunnen gebruiken, dan zijn ze wel sterk. En zeker ook als ze tussen de linies gaan spelen, maar daar kunnen wij op ons bewapenen dus. Ja, ik denk dat ze goede individuele spelers hebben die wel het verschil kunnen maken. Ik denk dat daar wel zit. Het duel start zaterdag om 6:30 niet in het stadion van AZ, maar in het Cars Jeans stadion van ADO Den Haag. Ik denk als wij gewoon ons ding doen en verder gaan, dan kunnen we er zeker resultaat halen. Dus daar gaan we maar voor. Ja, zeker. Dat wordt wel een mooi potje, denk ik. En als we kijken naar de statistieken, zien we dus zoals eerder gezegd AZ op een knappe 3e plaats. Heerenveen staat inmiddels ook op de prima 8e plaats en kan bij winst zelf mooie stappen maken naar boven. Sterkhouder en de man om in de gaten te houden bij de ploeg uit Alkmaar, Kelvin Stengs. Als we kijken naar het verleden, zijn de ploegen in Alkmaar goed in evenwicht en staat het doelsaldo zelfs op 0. Wel won Heerenveen 1 keer vaker in Alkmaar dan dat de thuisploeg dat deed. Vorig jaar werd het een editie om niet gauw meer te vergeten en maakte Sam Lammers in de slotfase de winnende treffer. 84e minuut, Lammers, sleepbeweging, Lammers en de goal. Wat een prachtig doelpunt van Sam Lammers. En weer staat Heerenveen op voorsprong. Er zijn een heel aantal spelers die voor beide ploegen zijn uitgekomen. Eén van hen natuurlijk Roy Berends. Hij maakte de overstap van Friesland naar Noord-Holland in 2011. En laat het nou net diezelfde Berends zijn die het jaar na zijn overstap Heerenveen aan de gelijkmaker hielp. De laag maar verkeerd geraakt door Berends. En het is 2-2. Het is 2-2. Dost profiteert van de mispeer van Berends. Nota bene Berends. Over het algemeen zijn de resultaten in Alkmaar best aardig voor Heerenveen. En ook werden er een paar hele mooie goals gescoord. Dit zijn de, volgens onze redactie, de 5 mooiste doelpunten gemaakt in een uitduel tegen AZ. Op nummer 5. Clubman en vierde ook nog zijn verjaardag deze week, Ronnie Venema. Een zetje kreeg, maar het spel mag door. Selakovic.
En de treffer Venema is het die Heerenveen opnieuw op voorsprong brengt. Denneboom, Selakovic. En inkomend Ronnie Venema. Flap. Zeneli ligt op snelheid. Komen mogelijkheden aan voor Heerenveen. Zeneli. Flap. Flap moet het afmaken. En dat doet hij ook. Prachtige goal van Michel Flap. Je ziet het doelpunt aankomen. In de eerste wedstrijd van seizoen 2016-17 kwam Stijn Schaars met een hele belangrijke vrije trap. Maar Schaars gaat het zelf doen. Stijn Schaars legt hem erin voor de 2-2. Wat een debuut voor Heerenveen voor Stijn Schaars. Geweldig gedaan. En kijk die ontlading. Met nummer 2 komen we weer terug op het duel van vorig jaar. Flap en moet scoren. En dat doet hij ook, want scoren is voor Michel Flap geen enkel probleem. Hij maakt doodleuk zijn tweede doelpunt vanmiddag. En zet Heerenveen op voorsprong in Alkmaar. Zo makkelijk en rustig als hij het hier toch afmaakt. Dat verraadt klasse. Lammers krijgt de bal bij Flap. Die heeft nogal wat ruimte. En vervolgens dus geen enkel probleem om Bizot met een stiftje te passeren. En op nummer 1 een specialist, Hakim Ziyech. Geen buitenspel voor Finn Bokasson. Het is op het randje. Viergever appelleert wel. Maar dat is de man die het opheft. En een prachtige geplaatste bal. En hij flikt het weer. Wat een magnifieke goal. Weer Ziyech. Die maakte gewoon in 4 dagen maar liefst 3 tegen AZ. De wijze waarop Ziyech deze aanval van Heerenveen afrondt verdient een voetbalbuiging.